Menselijke hersenen ontwikkelen zich zo ongeveer tot het 25e jaar. Met name het voorste gedeelte van je hersenen en de zijkanten zijn pas later uitontwikkeld. Hier zie je de ontwikkeling van de hersenen. De rode delen zijn nog volop in ontwikkeling, geel en groen zijn verder ontwikkeld en blauw is helemaal uitontwikkeld. Eeneiige tweelingen hebben weliswaar dezelfde genen, maar toch zie je duidelijk verschillen in hersenontwikkeling. Hoe komt dat? Omgevingsfactoren hebben kennelijk wel degelijk invloed op de ontwikkeling van je hersenen. Bijvoorbeeld hoeveel je slaapt, met wie je omgaat, maar ook sporten en voeding zijn van invloed. Zo ontstaan dus de verschillen bij eeneiige tweelingen, die toch hetzelfde DNA hebben. Heb jij ook altijd willen weten hoe omgevingsfactoren als voeding, slaap en lichamelijke activiteit het functioneren van de hersenen kunnen beïnvloeden, en met name die van adolescenten? Ben je benieuwd of jouw manier van opvoeden effect kan hebben? Doe dan mee met deze Massive Open Online Course Puberbrein, Leefstijl en Leren. Deze Massive Open Online Course, afgekort MOOC, gaat in op omgevingsfactoren die verschillen in de ontwikkeling van hersenen kunnen verklaren. De cursus bestaat uit 7 korte lessen die je in je eigen tempo kunt bestuderen. Na een kennismaking met de leeromgeving en een brede introductie in het thema, ga je aan de slag met onderwerpen als voeding en leren, slaap en leren en lichamelijke activiteit en leren. De rol van opvoeding bij leren komt eveneens aan bod. Via toepassings- en integratieopdrachten ga je aan de slag met het onderwerp. Ben je geïnteresseerd in onderzoek? Doe dan ook de verdiepingsopdrachten. De cursus is gericht op een breed publiek, met name ouders van adolescenten, docenten en onderwijskundigen die het leerproces willen ondersteunen. Je vindt de MOOC Puberbrein in Leefstijl en Leren op de website europeanmoocs.eu.